Als je hier op kas een paar biertjes achter de kiezen hebt en toch echt even naar de wc moet, kun je het bij de vrouwenwc proberen. Maar op een gegeven moment ben je dat zat en dan moet je wel naar de mannenwc. Het lijkt er nog niet eens meer op dat het een mannenwc is. En we hebben een paar mensen gevraagd wat ze daarvan vinden. Nee, dat vind ik wel heel jammer. Ik ben helemaal echt kasfan vanaf jaar 1, hè. Er zijn er weinig hoor, ga ze maar zoeken. Maar die wc's, ik heb dit nooit eerder meegemaakt. Kijk, die wc's zijn niet goed geregeld. Dat moet eigenlijk een beetje beter. Maar nou, wij geven er niks om, hè. Gewoon, we wachten gewoon bij die mannen. Nee, weet je, die mannen die in de rij staan, die moeten poepen. Wil je even naar de wc? Staan er allemaal vrouwen voor je neus? Ja, dat is vrij vervelend. Maar wat een mooi uitzicht, moet ik zeggen. Kijk, dat is nou nog eens slim. Je feest gewoon door. Oh, hallo. Hi, je feest gewoon door? Ja, tuurlijk. Bij de wc's ook doorfeesten, hè? Ja, want anders duurt het wel een beetje heel lang. Dan mis je allemaal bij de mannen, hè? Ja, bij de vrouwen is het nog erger. Oh, camera. Hoe erg is het bij de vrouwen? Heel erg. Gisteren waren er maar 5 wc's open. Voor 5? Alle vrouwen hier. Was door overstroomd. Was het nog een beetje schoon? Nee, ik ben in Afrika geweest en dan was het al dramatisch, maar dat was beter dan hier. Dit is echt heel erg.